heeft de industrie subsidie nodig om te verduurzamen. Ik vind, de vervuiler betaalt, de industrie hoort in principe zelf te betalen voor de kosten van de klimaattransitie. Met het eerste thema en ik wil graag Joost Sneller van D66 en Eddy van Heijem van NSC uitnodigen om hier voor mij te komen staan voor het eerste mini-debat. U krijgt allebei zo 30 seconden om een openingsstatement te maken. Er gaat dan een belletje naar 30 seconden en dan is het de bedoeling dat u afrondt. Dan heeft de ander de beurt en dan eindigen we met een vrij debat van 4 minuten. Dan het thema. Afgelopen zomer stemde de Tweede Kamer in met de instelling van het Klimaatfonds. Een begrotingsfonds waarmee de overheid 35 miljard euro vrijmaakt om burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties te ondersteunen om te gaan verduurzamen. Dit moet de uitstoot van CO2 gaan terugdringen, zodat internationaal afgesproken klimaatdoelen worden gehaald. Maar het klimaatfonds is ook een kostbare investering waarmee de staatsschuld verder oploopt. En ook zijn er vragen of het geld wel effectief besteed wordt en of het kabinet genoeg controle heeft over de uitgaven. Heeft het Klimaatfonds een toekomst in een volgend kabinet? De stelling luidt, het Klimaatfonds is een goed middel voor de Nederlandse overheid om het bedrijfsleven te helpen klimaatneutraal te worden. En ik begin met D66. Want mijn ding staat op groen bij deze stelling. Omdat ik denk dat in een totaalaanpak van waar je gaat beprijzen, CO2-uitstoot, dat moet een veel hogere prijs krijgen. Waar je normen gaat opleggen, dat het ook belangrijk is om te investeren en te subsidiëren. En dat gebeurt nu via het Klimaatfonds. En ik denk dat dat een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van onze klimaatambities, die wat D66 betreft ook nog verder omhoog moeten. Heel duidelijk en keurig binnen de tijd. Eddy, NRC? Ja, wij zijn tegen deze stelling. Het is zeker zo dat we het bedrijfsleven keihard nodig hebben om de klimaattransitie handen en voeten te geven. Maar we zullen daarbij echt veel sterker moeten kijken naar normen. Vooral ondernemers hebben vooral duidelijk aan duidelijkheid, doelen, tijdpaden. Ook aan financiële prikkels, dus als het over CO2-belasting gaat. We hebben in Europa een ETS-systeem waar CO2 op een prijs krijgt, waardoor ondernemers ook gaan investeren. En de huidige pot met geld, 35 miljard, is echt een pot ongerichte subsidie waar we veel kritischer naar moeten kijken. Hebben we dat geld nodig en waarvoor? Oké, ik hoor je ongerichte subsidie. Ja, nee, de NSC zegt ook, je moet zorgen dat die klimaattransitie, die energietransitie uitvoerbaar is en betaalbaar is. En daarvoor heb je volgens mij ook publieke middelen nodig om te zorgen dat dat naast die andere maatregelen ook kan. En een groot deel van dit klimaatfonds gaat natuurlijk ook naar publieke voorzieningen, waar je gewoon ook als overheid een rol in hebt. En daarnaast moet je inderdaad ook bedrijven helpen om zometeen na die energietransitie er nog steeds te zijn. Want dan moeten ze het geld verdienen. En dat lijkt mij toch iets waar NSC het ook mee eens moet zijn. Deze stelling gaat over bedrijfsleven. De vraag is even, hebben ondernemers, heeft de industrie subsidie nodig om te verduurzamen? Ik vind, de vervuiler betaalt, de industrie hoort in principe zelf te betalen voor de kosten van de klimaattransitie. Ik wil overigens wel even een compliment geven, ook aan, wij zijn al best wel kritisch over de regering, maar op één punt heeft deze coalitie stappen vooruitgezet en dat in de opwekking van duurzame energie de afgelopen jaren goede stappen zijn gezet. Maar de problemen waar bedrijven nu tegenaan lopen zijn echt anders. Het net zit vol, je kunt als bedrijf niet meer je aansluiten op het elektriciteitsnet. De gasbelasting gaat omhoog terwijl je geen alternatieven hebt. Dat zijn de knelpunten waar oplossingen voor gevonden moeten worden. En dat, ja, dat ongerucht subsidiëren, er zijn miljarden gratis geleend, zogenaamd, in de tijd dat de rente laag was. Ja, we komen er nu achter dat het niet zo is. Dan moet je ook durven kijken kritisch naar waar gaat dat geld naartoe. De Rekenkamer, je zei het net terecht, kan er geen touw aan vastknopen. Echt letterlijk wordt dat zo ongeveer gezegd. Ja, dan moet je als Tweede Kamer, als controlerende instantie ook zeggen, strepen door. Nou kijk, je kan het hebben over het middel. En volgens mij is de democratische controle daarop prima geregeld en moet de doelmatigheid en de doeltreffendheid, et cetera, gewoon volgens de wet duidelijk worden onderbouwd. Je kan het er ook over hebben, moet het bedrijfsleven er alleen maar van profiteren? Maar dat is niet wat het Klimaatfonds doet. Het Klimaatfonds is veel breder en zorgt ook voor investeringen die voor de voorzieningen zorgen waar het bedrijfsleven vervolgens gebruik van maakt. Neem dat elektriciteitsnet. Dat moet toch juist ook bij de tijd worden gebracht om te zorgen dat het bedrijfsleven ook kan ondernemen. Is het Klimaatfonds daar een goed middel voor? Ja, maar daar ook is de vraag of elektriciteitsbedrijven, zelf jaren in een elektriciteitsbedrijf of namens de provincie gefunctioneerd, die investeren volop en die berekenen
rekenen de kosten natuurlijk ook gewoon door aan de vragers, aan de consumenten en ook aan de industrie. Ook daar moet gewoon de industrie gewoon voor betalen. En ik wijs er even op, we hebben in Europa het Europese emissiehandelssysteem. Dat dwingt bedrijven al in 2040 helemaal naar nul te gaan met hun emissies. Dat moeten ze dus al doen. En daarmee wordt ook de business case voor investeringen in alternatieven steeds lonender. En de vraag is ook echt, heb je subsidies nodig? Of het niet een beetje goed geld naar kwade middelen brengen is, als je daar nog heel veel belastinggeld achteraan brengt. Bedrijven kunnen het zelf. Maar bijvoorbeeld kernenergie wordt ook gewoon, die onderzoeken worden ook gefinancierd uit dat klimaatfonds. En NSC schaart zich gewoon vierkant achter dat soort doelen. Dus ik snap ook niet zo goed welk deel ervan nou, wat NSC betreft, eruit moet. Welke ondernemingen, welke plannen worden er nou geschrapt volgens NSC? Juist ook als je kijkt, ja, je wil zo meteen allemaal klimaatneutraal zijn. En je wil niet die milieuschuld vooruitschuiven. Je maakt de stelling breder en dat mag. De stelling is dat het een goed middel is om het bedrijfsleven te helpen klimaatneutraal te worden. Ik denk dat er voor een aantal doelen je echt nog wel aanvullende middelen nodig zult hebben. Je noemt kernenergie, waar wij voorstander van zijn. Maar het bedrijfsleven moet zelf de portemonnee trekken. De industrie moet aan de bak om te helpen verduurzamen. Laatste korte reactie. Maar om klimaatneutraal te zijn, moeten ze wel schone stroom kunnen krijgen. Duidelijk. We openen het grotere debat. Ja, dank. Ik kijk even om me heen en dan zie ik dat SP, Jimmy Dijk, ook aan de kant staat. Die zegt, nee, het Klimaatfonds is uiteindelijk geen goed middel om bedrijven te helpen klimaatneutraal te worden. Wat is het belangrijkste argument voor u, ook een beetje dit debat horende wat we net hier hebben? Ik vind dat twee dingen in het Klimaatfonds echt totaal ridicuul zijn. Eén daarvan is de miljarden die nu worden uitgegeven aan kernenergie, terwijl mensen in huis zitten, in schimmelwoningen. Je zou die miljarden direct kunnen investeren in het verduurzamen van woningen. Daarmee bespaar je heel erg veel energie en stel je ook niet de omslag naar verduurzaming van energie, wat rechtse partijen steeds gebruiken. Ze stellen steeds uit om energie te vergroenen en dan zeggen ze, ja, dat doen we met kernenergie. Is dat niet te makkelijk om te zeggen, het geld wat daarin gaat niet naar schimmelwoningen? Kijk, dat heb je met elke uitgave. Ik merk dat zelfs het klimaatdebat gepolariseerd raakt, doordat sommige mensen niet mee kunnen komen, de allerhoogste energierekeningen betalen, gepest worden met allerlei pesttaxen. Ja. Want zo voelt dat voor mensen als de rekening bij de pomp omhoog gaat, als de rekening op gas, de belasting op gas steeds verhoogd worden. Je kan met bijvoorbeeld de miljarden die voorwaardeloos aan Tata worden gegeven of ze alsjeblieft een beetje willen gaan verduurzamen. Okay, helder. Daar zou je direct een miljoen mensen mee vooruit kunnen laten gaan met verduurzame woningen. Het geld dat we uitgeven via het Klimaatfonds gaat naar bedrijven. En dat geld moeten we niet doen. Het moet naar burgers in huizen, schimmelwoningen, dat soort zaken. Ja, en nooit zonder voorwaarden miljarden aan een bedrijf geven wat morgen zijn productie gaat verplaatsen. Sylvio Erkens, VVD. U bent voor deze stelling. Het geld dat we hier aan uitgeven kunnen we niet aan andere zaken uitgeven. Jimmy zegt we moeten het aan burgers uitgeven. Je hoort hier ook wel kritiek van, hè, is het wel doelmatig? Wat is uw belangrijkste reden waarom u toch zegt, dit klimaatfonds is een goed middel? Nou, we geven dan vier zaken uit. Ik vind het belangrijk om feit en fictie wel even uit elkaar te halen in dit debat. En ik ga ze in volgorde van grootte zeggen. Het meeste geld in het klimaatfonds gaat naar investeringen in een schone energievoorziening in de toekomst. Groene waterstof, wind op zee, aardwarmte en kernenergie inderdaad ook. Tweede blokje waar het heen gaat is de isolatie van woningen. Met name woningen met energiearmoede. Daar gaat bijna 7 miljard heen. Ja. Derde stukje is het stroomnet waar we het over hebben. Waterstofinfrastructuur. En het laatste plukje, 3 miljard euro, is beschikbaar gesteld voor bedrijfsleven. Deel van de stelling waar we het nu over hebben. Voor het stukje wat wij hun vragen voorop te lopen vergeleken met het Europese gelijke speelveld. Als je zegt, we maken een karikatuur van data, als je zegt, er zijn hele harde randvoorwaarden. En er is nog geen geld uitgegeven omdat we dus afspraken met die bedrijven willen maken, waarin ze gaan voorop lopen in Europa en als eerste verduurzamen hier. Ja. En dat vind ik ook als overheid, als je hun vraagt om voorop te lopen, dat je ook dat deels in mee moet investeren. Ja, mooi. Suzanne Kreuger, dat is eigenlijk een beetje in deze discussie, hebben we het vaak over, hè, of we doen het niet, of als we het doen, doen we het dan op een manier dat we zeggen, nou, er is ruimte om zelf te kijken hoe je het doet, of gaan we er eisen aan stellen? Jullie zijn voor het Klimaatfonds, maar jullie willen dan specifieke eisen daaraan koppelen. Zeker. Wat is het belangrijkste? Ja. Nou, en dan zijn twee dingen eigenlijk belangrijk. Eén is klimaatrechtvaardigheid. Toen de wet voor het Klimaatfonds behandeld werd in de Tweede Kamer, hebben we ook een amendement ingediend, en dat is ook aangenomen, om echt een toets te hebben op klimaatrechtvaardigheid. Hoe wordt dat geld besteed? En wat ons betreft gaat het nog te veel niet naar huishoudens en te weinig eigenlijk naar de publieke infrastructuur.
En het tweede ding is eigenlijk dat als je dan geld aan bedrijven geeft, dat je echt hele harde eisen moet stellen aan waar die bedrijven aan moeten voldoen. Een klimaatplicht. En dat ook als bedrijven er niet aan voldoen, dat ze terugbetalen. En waar ik wel moeite mee heb, is natuurlijk het lijstje van bedrijven wat nu subsidie dreigt te krijgen of gaat krijgen wellicht. Zijn ook bedrijven die nog steeds een heleboel fossiele subsidies ontvangen. Ja. En daar zit natuurlijk een hele gekke prikkel. Dat we aan de ene kant miljarden uitgeven om te vergroenen, maar ondertussen nog steeds eigenlijk dat grijze. Maar dan kun je ook zeggen, maar dan moeten we dat klimaatfonds niet doen. Eddie zei, hè, bedrijven moeten al binnen bewegen. Er zijn allemaal regels. Je kan ook voorkomen door het niet te doen. Ik denk dat je de fossiele subsidies, dat je die echt moet afbouwen. En dat je ondertussen wel geld kan uittrekken voor echt innovatie en verduurzaming. En ook, laten we het hebben over. Het gaat niet alleen om dat we verduurzamen wat er nu is, maar dat we vooral ook aanjagen wat we nu nog niet in onze economie hebben. De echte innovatie. Ik hoorde u naast me zuchten, net. Ja, die eeuwige discussie over fossiele subsidies. Terwijl dat het natuurlijk niet zijn, dat weten we allemaal. Dat zijn kortingen op belastingen die je ook goed moet vergelijken in internationaal verband. Er zit ook absoluut een verbinding met het emissie trade system waar Eddie het over had. De reden waarom wij tegen dat fonds zijn, dat is een combinatie van argumenten. Het zijn de rechtsstatelijke argumenten van, ja, waar wordt het nou eigenlijk aan uitgegeven? En de Tweede Kamer die budgetrecht heeft, heeft die daar wel voldoende invloed op? Maar er zitten ook nog dingen in waarvan wij als BBB gewoon zeggen, doe dat nou niet. En één daarvan is windenergie op zee. Het tast de natuur aan. De laatste berichten van de minister gaven aan dat het 40 miljard, uit mijn hoofd gezegd, duurder zou worden dan begroot. Dan heb je twee klimaatfondsen nodig. Dus daarvan zeggen wij, doe dat nou niet. Maar dan toch even de vraag, draait het dan om het klimaatfonds of draait het om de politiek, zeg maar, wat gaan we ermee doen? Want dan kun je nog steeds zeggen, ik ben voor een klimaatfonds waarmee we de versnelling doen, alleen ik vind dat we het niet in de goede dingen investeren. Nou, we investeren niet in de goede dingen. Er zitten daarnaast de bezwaren aan, zoals Eddie die net formuleerde. Het is daarbij ook een gigantische hoop geld die uiteindelijk als effect minimaal is. En wat wij trouwens als BBB ook zeggen, de gedachte dat je uiteindelijk binnen afzienbare tijd compleet fossielvrij kunt zijn. Ja, dat is een illusie om te denken. Alles waar wij hier op staan, op zitten, uit drinken, van eten, wordt ook gebruikt gemaakt met fossiele grondstoffen. En dat is trouwens nog wel de grootste reden daarachter. Zelfs als wij echt hier in Nederland compleet net zero fossielvrij zijn, dan India en Afrika willen dezelfde welvaart als ons. Dat zal voor een deel met fossiel gaan. Dus die zeespiegel, als dat scenario allemaal uitkomt, stijgt toch. Dus zeggen wij als BBB. Dus komen we net zo goed lekker doorgaan. Ja. Ik maak even toch mijn zin af. Ja, ik was hier al bang voor, maar ik heb besloten. Ik ken jullie Amsterdammers, ik hou vol. Nou ja, u mag gewoon een punt maken, maar ik wil ook wel de reactie toch, van Jo Sneller horen. Ik zal één laatste zin er nog aan toevoegen. En dat is waarom wij zeggen, investeer nou ook in adaptatie om ervoor te zorgen dat wij hier wel droge voeten houden. Maar dat is een interessant punt, want eigenlijk wat ik hoor een aantal dingen terugkomen. Ja, ik hoor waargeven. U heeft het wel in uw zin, toch, in Amsterdam? Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Maar ik hoor, heel goed. Nou, ik hoor een aantal dingen eigenlijk terugkomen. Het ene is, hoe besteden we het? Waar besteden we aan? Daar kun je keuze in maken. Het andere is, op wat voor manier kunnen we het doen dat het doelmatig is? Want het CPB en Rekenkamer hebben gewaarschuwd dat we dat misschien moeten voorkomen. Dat we geld geven, maar niet weten waar het terecht komt. En het laatste is dan de soort van, als wij het beste jongetje van de klas zijn, dan gebeurt het wel op andere plekken. Dus we moeten niet de illusie hebben dat wij het hier kunnen oplossen. Parafraseer hem even, maar dan kunnen we door. Joost Sneijder, hoe luistert u daarna? En dan bedoel ik eigenlijk vooral die doelmatigheid. Want het laatste wat je wil, Rekenkamer, is toch geen misselijk instituut. Die zegt, ja, weet je, we moeten echt voorkomen dat we een enorm fonds optuigen, maar niet weten waar dat geld terechtkomt, hoe dat besteed wordt. En we dus uiteindelijk 35 miljard misschien de plomp in gooien. Nou, kijk, met innovatie weet je deels nooit wat je er helemaal voor terug gaat krijgen. En dat is ook het durven en het risico nemen wat je ook als overheid doet voor dit soort publieke, met dit soort publieke investeringen. Tegelijkertijd moet je natuurlijk niet een soort subsidiesproeier hebben. Ik bedoel, daar is dit ook niet voor bedoeld. En daarom benadrukte ik de doelmatigheid en die doeltreffendheid. En ik ben als woordvoerder Rijksuitgaven er altijd juist extra specifiek op. Die staan natuurlijk gewoon in dit wetsvoorstel en moeten in die meerjarenprogramma's. En elke keer als dat geld wordt overgemaakt, moet dat worden beargumenteerd. En dat lijkt mij ook heel belangrijk. Alleen
als je die transitie wil maken... en ik vond dat Suzanne het wel, als we mogen tutoeren... het wel mooi zei. Je wil ook dat fossiele subsidies afschaffen. Daar zijn we het over eens. Alleen, waar moeten die mensen dan naartoe? Als je bijvoorbeeld gas morgen moet stoppen... dan moet er wel een alternatief voorradig zijn. En dat is wel deze innovatie. Ik wil naar Eddy en dan naar Silvio. Eddy, want een van de dingen... NSC wil ook de klimaatdoelstellingen, hebben jullie gezegd. Wij willen ook flink verduurzamen. Tegelijkertijd, als we dit klimaatfonds waar u tegen bent niet hebben... wat is dan uw prikkel om ervoor te zorgen dat bedrijven... waarvan we misschien vinden dat die niet genoeg bewegen... toch een tandje erbij doen. En ik denk dat de vrijblijvendheid van de klimaatdiscussie af moet... en ook al af is met ons Europese emissiehandelssysteem. Precies. Wij moeten in 2050 klimaatneutraal zijn. In 2040 de elektriciteitsvoorziening en de industrie ook al. Hè. Dus, en even die hoeveelheid emissie is een gesloten systeem... wat langzaam maar zeker afneemt en een steeds hogere prijs krijgt. En dat wat wij hier niet gebruiken, dat duikt ergens anders in Europa op. Ja. En dus is het ook een beetje de vraag... ik snap wat Sylvio Erkers daarvan zegt... Hè. Dus stel dat wij hier een enorme versnelling zouden doorvoeren... of je dat in ergens anders in Europa er niet gewoon bij krijgt... dan of dat niet gewoon zonde van je geld is. Sylvio Erkers. Dat je daar beter... Maar dat is precies wat er gebeurt. Hè? Ja, Sylvio. Nou, dat is precies de discussie die we hebben rondom een klimaatfonds. We geven inderdaad aan, als we vragen om voorop te lopen in Europa... dan moet je als overheid ook helpen die onrendabele top ten dele te compenseren. Want anders raak je bedrijvigheid kwijt. En dat willen we niet. Waarom zo'n top op de Europese ambitie, die al hartstikke ambitieus is... die ons ook in relatie tot andere werelddelen echt in onze industrie al in een hele lastige positie... Ja, maar de vraag is helder, denk ik. De vraag is helder. Er is al regelgeving, er zijn al eisen, er is al een systeem. Dat is de vraag. Waarom moet dit er dan nog bij? Omdat je binnen dat systeem ook ervoor moet zorgen dat de transitie kunnen doormaken. Dus er is een prijsprikkel, maar de infrastructuur waar ook miljarden heen gaan, dat is nog niet aangelegd. En je ziet dat dat is wat losse marktpartijen niet kunnen oppakken. Dan moet je als overheid faciliteren. Je moet zorgen voor de randvoorwaarden. Ja. Maar misschien waar ik een vraag andersom aan wil stellen aan NSC. Want ik heb het verkiezingsprogramma bekeken op dit punt. En daar staat inderdaad, een klimaatfonds willen we niet, want dan kan de Kamer de controlerende taak niet uitvoeren. Ja. Maar het mooie daaraan is, en misschien krijgen we hier een doorbraak op dit moment dan ook, is dat het klimaatfonds ons overzicht geeft over al die ministeries heen. Dat hadden we in het verleden niet. We hebben juist meer zicht als Kamer. Dus we kunnen beter controleren. En alles daarna gaat het alsnog via de route die meneer Van Heem voorstelt. Heel dus we hebben eigenlijk een extra check erop gedaan. Heel kort, dus dat een leuk voorzetje. Doen we heel kort en dan ga ik naar u twee toe. Nee, dat is helaas niet waar. Want ook de Rekenkamer zegt dat het wordt er alleen maar ingewikkelder door. Omdat je geld uit de begroting haalt, eerst naar een fonds brengt, vervolgens weer terugbrengt in de begroting. Waar al 5 miljard euro per jaar aan subsidie gereserveerd staat. Hè, even voor de goede orde. Ook de opbrengsten van die ETS-veiling vloeien straks naar de begroting. Ook 5 miljard euro per jaar. En dan komt daarnaast nog eens een fonds. Okay, de vraag is. Ik wil naar Suzanne Kreuger. Want... Ik denk dat het juist. Sorry, je wil een vraag stellen. Nee. Ik wil vooral horen wat u het meest wilde zeggen eerst. Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is om juist als Nederland wel voorop te willen lopen. We hebben veel te lang als Nederland achteraan gelopen in de hele duurzaamheidstransitie. En daarbij ook kansen gemist. Kijk naar de ontwikkeling bijvoorbeeld van de windindustrie. Wat we eigenlijk toch uit onze handen hebben laten glippen. Dus voor mij is het juist heel belangrijk dat we als Nederland echt ambitieus zijn. Daarmee hebben we ook een hoger klimaatdoel in ons programma staan. En dat ook je aanjagen, omdat je zegt, wij kunnen hier zeg maar de innovatie en een economie, een echt duurzame economie bouwen, toch... wat ook weer gevolgen kan hebben voor andere landen. Maar wat zegt u nou tegen Jimmy Dijk, die eigenlijk zei, want van die 4 zaken die Sylvia noemde, waar het klimaatfonds naar gaat, gaat ook een deel naar bedrijven. Hij zegt, stop er nou toch mee. Geef dat aan de mensen die in schimmelwoningen wonen. Ga zorgen dat huurhuizen geïsoleerd worden. Wij hebben precies eigenlijk die schuiven gedaan in dat klimaatfonds. En dat ging dan met name ook eigenlijk om het geld dat voor kernenergie is gereserveerd. Om daarvan te zeggen, doe dat nou extra bij de verduurzaming van huizen. Want dat is precies eigenlijk zoals je zegt, dat is iets wat je heel snel kan doen. Dan kunnen we heel veel energie mee besparen. En ik denk dat die belangrijk is, die schuif van zeg maar fossiele subsidies weg. En echt de duurzame bedrijven en echt vooral de bedrijvigheid die we eigenlijk nog niet hebben, die heel erg aanjagen. Ja, want we dreigen wel alleen maar het grijze te willen vergroenen in plaats van het nieuwe echt een kans te geven. Ja, twee dingen nog, hè? Want het ging net ook inderdaad, er zit inderdaad een deel van het klimaatfonds gaat inderdaad naar het isoleren en renoveren van woningen. Maar veel te weinig. Ja. Als je nou het bedrag wat ik net noemde over kernenergie en het bedrag wat ik net noemde over maatwerkafspraken met grote multinationals die miljarden in hun zakken steken en daarna ergens anders gaan produceren. Als je dat nou steekt in het isoleren van huurwoningen, zijn 15.000 euro per huurwoning kun je een woning van isoleren. Heeft een woonwol breekt, heb je 1 miljoen huurwoningen. Heb je al die mensen die nu allemaal vragen stellen bij klimaatmaatregelen, heb je mee. En dan kun je echt gaan vergroenen als samenleving. En ten tweede, ik ken geen één ondernemer die zegt, hier heb je 1000, 10.000, 100.000, 1 miljoen, miljarden.
willen jullie alsjeblieft voorwaardeloos gaan verduurzamen? Je zou echt een krankzinnige ondernemer zijn als je daar geen zeggenschap voor terug wil. En we hebben het vandaag over een nieuwe economie. Volgens mij is het een nieuwe economie. Maar dat is een economie waar democratische zeggenschap... Hebben. Dat is ook de vraag die andere partijen hebben. We moeten daar regels aan stellen. Een nieuwe economie is een economie waar je zeggenschap over heeft. Democratie in de economie brengen. Dat is constant. Dat nagelaten bij de bankencrisis, bij de klimaatcrisis. We hebben er geen zeggenschap over. En daarom lukt het niet. Misschien tot slot van deze ronde, Mona Keijzer. Ja. Want in uw verkiezingsprogramma staat ook dat... klimaatfondsen als die er zijn, dat alle bedrijven daar toegang toe moeten hebben. Wat bedoelen jullie daarmee? Nou ja, dat je moet ontzettend opletten op het gelijke speelveld. En dat is gewoon in zijn algemeenheid bij al deze discussies een probleem. Ik heb met verbazing de discussie gevolgd over de motie om over het beëindigen van de fossiele brandstoffen. Mm-hmm. Dat was toch een soort Pyrrhus-overwinning. Want in die motie staat dat er onderzoek moet komen naar de verschillende scenario's om die fossiele kortingen uiteindelijk af te schaffen. Nou, ik kan jullie nu al vertellen wat daaruit komt. Namelijk dat als je dat doet zonder in de gaten te houden wat de rest van Europa doet, dan gaan vervolgens de Nederlandse bedrijven kapot. Producten gewoon Nederland binnen en ben je dus helemaal niks opgeschoten. Sterker nog, je hebt een heleboel werklozen erbij gekregen. Ja, maar ik stel die vraag dus eigenlijk ook voor de ondernemers in de zaal. Hè? Het gelijke speelveld. Dat iedereen die daar die ontwikkeling door wil maken, daar aanspraak op kan maken. Want als je dat namelijk niet doet, en dat dus is wat bedoelt gebeurt. Van Tata Steel tot kruidenier op de hoek? Uiteindelijk wel. Ja. Joost, tot slot. Om Europa vervolgens te beschermen tegen die producten wordt er natuurlijk ook zo'n CO2-heffing aan de grens vervolgens ingevoerd om dit precies te voorkomen. Ja, het risico als je dit niet doet, is dat die bedrijven zo meteen allemaal weg zijn en dat je je vervolgens afvraagt waar zijn ze allemaal gebleven. Ja, en dan vervolgens hebben wij die producten wel nodig. Goed, de economie kapot een belletje. En komt vanuit het buitenland. Ik hoorde een belletje. Want ik wilde naar de ondernemers om deze ronde af te sluiten. Namelijk. Pardon. Nee, dat geeft helemaal niks. Maar dan gaan we eerst wil ik eigenlijk naar Suzanne toe. Je hebt dit debat nu gehoord over het klimaatfonds. Je zei ook wat jouw inzet was aan het begin. Waar moest je aan denken? Of heb je een specifieke vraag? Op mijn vraag heb ik merk heel erg in de... Ik vind het een razend interessant debat om te volgen. En dat er voor partijen zeker een klimaatvisie is. En voor andere partijen ook een visie is van... Dat er geen actief Nederlands beleid op zou hoeven te komen. En ik ben eigenlijk... wel benieuwd voor de partijen die daar zou instaan. Ik denk dat dat met name NSC is en BBB. Okay. Die aangeven van Europese regels die zijn streng genoeg. Dat komt eigenlijk gewoon wel goed vanuit Europa. Voor hen ben ik wel benieuwd wat dan de rol is van de Nederlandse overheid in die transitie. Oké, concrete vraag. Begin ik bij Eddy. Ja, nou, ik vind het zeker als je het over de grote industrie hebt, de maakindustrie, dat je erg moet afvragen of je bovenop die Europese ambitie, die dwingend is, nog heel veel versnelling en subsidie wilt loslaten. Ik denk dat we daar echt een goed pad te pakken hebben, wat eigenlijk al niet vrijblijvend is en tot die klimaatneutrale economie leidt die we in 2050 willen. Dus de overheid moet faciliteren, maar als het over die grote industrie gaat, die ook over de grens denkt en handelt, dan denk ik dat je daar heel terughoudend mee moet zijn. Oké, terughoudendheid, Mona Keijzer? Nou, ik zei het net al, als jij koppen zet op Europese wetgeving die al echt vrij ver gaat, ik vraag me af of we het gaan redden. Maar als je dat daar in ieder geval uitgaat en je zet koppen daar nog bovenop, dan uiteindelijk hol je je eigen economie uit. En die regelgeving is al goed. Want een voorbeeld, ik zat laatst naast Rob Jetten en die was met passie aan het vertellen over een subsidieregeling om de plastic-industrie te verduurzamen. Dus dat is dan een bedrijf dat zelf natuurlijk ook investeert in duurzaam plastic, dus gerecycled compleet. Dat is natuurlijk, als de subsidie eraf is, altijd duurder dan dat wat uit het buitenland komt. Als de rest van Europa dat niet doet, dan over 3 jaar is het fantastisch gerecycled. Ja. Maar gaat dat bedrijf uiteindelijk failliet? Omdat dat wat uit de rest van Europa of uit de rest van de wereld komt, goedkoper is. En dames en heren, uiteindelijk, zeker mensen met lager inkomen, kiezen toch ook voor de lagere prijs. Dus eigenlijk zegt u ook terughoudendheid. Ja, ik ben het compleet eens. Zeker, maar ik ja...
Ja. En dit voorbeeld is toch juist een voorbeeld bij een innovatie kan aanjagen, uiteindelijk Europese norm kan stellen. En dat wij kunnen zorgen dat gerecycled plastic gewoon echt een duurzaam verdienmodel wordt. Ja, maar ik ben het, dat is toch wat we willen. Ja, maar ik ben het hiermee eens. Want ik was toen ik staatssecretaris was in 2000. Wat was het? 18 al bij een fabriek die het kon. Alleen let op dat je geen kop erbovenop gooit. Want dat bedrijf gaat uiteindelijk failliet als de rest van Europa het niet overneemt. Helder. We gaan deze ronde afsluiten. Voor nu geef ze een warm applaus voor de eerste ronde. Dank jullie wel.